aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Vliegtuig maakt noodlanding. Nood met een T. Scherp gevonden van, wat is het? Telegraaf. Telegraaf. Wereldkampioen woordspeling. Ja, oké, okay. Dan mag je nu van al deze verschillende woorden vier verschillende stapeltjes gaan maken. Op hoogte van hoe jij het wil, leg maar gewoon hier vier mooie stapeltjes neer. Dit zou een stapeltje kunnen zijn. Ja, als jij het gevoel hebt, dat is een mooi stapeltje. Eén. Die onder mooier. Even kijken hoor. Mm-hmm. Super. Voilà. Ja, te gek. En als je hier tevreden mee bent, dan mag je alle vier stapeltjes omdraaien. Helemaal super. Oké. Okay. Je mag zelfs nu nog stukjes verwisselen als je wilt. Ja, ik ga wat verwisselen. Ja, ik ga toch nog wat verwisselen. Ja, ja. Dit ga ik even hierbij doen. Oké. Okay. Dit stapeltje is mij te dun. Dus... Nou, leg je wat meer op dit stapeltje. Ja, dat doe ik ook. Ga ik nu doen. Hier helemaal tevreden mee? Hier ben ik nu eigenlijk helemaal tevreden mee. Oké. Okay. Dan mag je nu de bovenste vier omdraaien, wat het is geworden. Woestijn. In. De. In de noodlanding. Oké, okay, dit is gewoon random. Je had al dus uit kunnen komen. Absoluut. Toch? Tuurlijk. Eerlijk dan dit kan ik niet maken. Tuurlijk. Zou je hier een zin van kunnen maken? Een kloppende... Noodlanding in de woestijn. Zou je deze vier stukjes in deze zin die jij hebt geconstrueerd even mooi op willen plakken? Het zal niet waar zijn, hè? Zeg dat het niet waar is. Zeg dat het niet waar is. Nou, het ziet er goed uit. Noodlanding in de woestijn. Kom gezellig mee en neem jouw headliner mee. Kan het nu al niet geloven? Nee, maar dan zou je die glimlach niet hebben. Matthijs, hou het bord netjes voor jou nog één keer. Noodlanding in de woestijn. Heb jij uitgezocht uit honderden kranten met duizenden zinnen en miljoenen verschillende woorden. En hier kwam jij totaal willekeurig op uit. Hmm. Er was één headliner die ik op de krant van jouw geboortedag helemaal in het begin heb afgeplakt. En laten we kijken wat die headliner was. Noodlanding in de woestijn. Jezus Christus. Godallemachte. Ik ga naar huis. Nu al? Het is toch niet te geloven, man. Dit is natuurlijk wel een sterk staaltje. En ik trap er met open ogen in. Ik kan er niks zinnigs over zeggen dan dat het virtuoos gedaan is. Er zijn trucs dat je denkt, nou, ik denk dat ik weet hoe het zit. Dat kan nu bijna niet. Ik kan hier werkelijk waar niet bij. Want het woord noodlanding had ik helemaal niet hoeven uit te knippen namelijk. Ik had ook een andere kop kunnen nemen. Ik kwam hier echt in, niet om obstructie te plegen. Maar ik denk, nou, als ik maar een gaatje zie, dan sliding ik ertussen, weet je wel. Van, ik heb je door. Ik ga toch nog wat verwisselen? Ja, dit ga ik even hierbij doen. Okay. Ik heb natuurlijk wel een goed stel hersens, denk ik. Maar hier weet ik het niet. Gadverdamme. Straks gooit iemand vrijwillig zijn telefoon in de gracht. Ja, nou heb ik echt hartkloppingen hoor. En stel ik Matthijs van Nieuwkerk voor aan een bijzondere gast. Wie is dit, jongens? Shoppen is voor veel mannen een nachtmerrie. Ik heb er zelf nooit zoveel problemen mee, maar dat komt misschien ook omdat het bij mij vaak net wat sneller gaat. This is fucking awesome. Hoi, ik ben Victor. Hi, Delilah. Delilah, wat een mooie naam. Bedankt. Delilah, ik heb iets voor je meegenomen. Mag je vasthouden? Nog niet erin kijken? En Delilah, hou jij een beetje van shoppen? Ja. Ja? Ja. Dat dacht ik al, als ik zo naar je kleding ben. Je houdt wel van goed winkelen. Ja, sowieso. We staan hier natuurlijk niet voor niets bij deze kledingwinkel. En als we kijken naar deze vier paspoppen, zien we vier verschillende shirts. Roze, lichtroze. Eentje met een bloemetjesprint. Mm-hmm. De streepjes. En de lichtmintgroene. Ja. Als ik nu aan jou zou vragen om één van deze vier shirts te kiezen, welke zou je dan willen? Die met de streepjes. De streepjes? Ja. Welke streepjes? Oh my god. What the fuck? Hè? En ik heb hem zojuist voor je gekocht. Niet. Maak me open. Check it out. Nee. Oh my god. Oh my god. Het is ook al afgerekend. Je kan hem zo meenemen naar huis. Wow. Okay. Nee, hoe doe je dat? Maar dat kan niet, want hij kon dat niet weten. Want misschien had ik wel die groene uitgekozen of zo, toch? Dus. Oh my god. What the fuck? Ik weet niet hoe die doet hoor. Heel bizar. Echt raar.
Autoriteiten gehoorzamen, dat je zelfs onbewust een bevel kan opvolgen. Hallo, ik ben Victor. Jort. Hoi Jort. Hi, Patty. En Patty. Hi. Jort, omdat je mee wilt doen, heb ik meteen een klein presentje voor je. En die mag ik openmaken? Nee. Oh. Okay. Maar je mag het wel vasthouden. Oké. Of je mag het ook door haar even laten vasthouden. Dat is misschien nog beter. Dat is wel beter, denk ik. Dat is voor straks. Ik ga je een best wel gekke opdracht geven. En het enige wat ik daarbij wil zeggen, is dat je mij 100% moet vertrouwen. Durf je dat aan? Ja. Oké, hier gaan we. Heb je een mobiel bij je? Ja, die heb ik bij me. Ja? Zou je die even met twee vingers willen pakken, met je rechterhand, zo, goed. En dan boven het water willen houden. Oh shit. Boven het water. En blijf me aankijken. Blijf me aankijken. Hou hem stevig vast. Mm. Jort. Ik ga je één ding vragen, en wat het ook is, je doet het gewoon. Volg je gevoel, hier gaan we, Jort. Bij drie. Ja. Laat jij je mobiel los. 1, 2, 3. Nu! Nu! Daarna. Ja, dat doe je. Oké. Hij heeft toch niet echt gedaan? Jawel, maar ik hoop dat die grappen staan beneden. Ja, nou heb ik echt hartkloppingen hoor. Dat vond ik echt heel kut. Jort, als ik je zou vragen om de Eiffeltoren te springen, zou je dat er ook niet doen? Nee, maar ik ging er in dit geval vanuit dat het een... Ik moest jou 100% in dit geval vertrouwen. En dat heb je gedaan. Mm-hmm. Ik had dat echt nooit gedaan. En ik wil je vertrouwen belonen. Dankjewel dat je mee wilt doen. Sorry voor je telefoon. Maar gelukkig heb ik je van tevoren dat cadeautje gegeven. Nou, ik vind het niet grappig. Dit is niet grappig. Ja, het is zo dom, jongen. Ik hoop echt dat het allemaal gewoon... Ik denk... Waarom doe je dat? Ja, serieus? Dit is het gewoon. Ja, hoe dan? Er is... Ja, dat weet ik niet, maar dit is het wel. Kijk. Wat een programma. Ik die plons hoorde, ik denk, kut. Ik denk, dan vang je moet op of zo. Maar dat jij serieus laat vallen, dat had ik nooit gedaan. Ik dacht van shit, dat was geen onderdeel van het plan. Ik ben mijn telefoon kwijt. Maar ik trek wel een beetje. Ja, ik zou echt shaken, ik trek wel helemaal, maar ja, het is hem wel. Fucking hell, het is echt spannend. Ik heb hem niet losgelaten. Ja, maar ik heb mijn plons gehoord, hij is gevallen. En dan smeer je mindfuck. Ja, echt shit. Goed. Terug bij Matthijs van Nieuwkerk wil ik hem nog aan één bijzondere gast voorstellen. Elke illusie werkt eigenlijk met afleiding. Mm-hmm. En zo ook deze. Daarvoor heb ik een oud-gediende uit het vorige seizoen meegenomen. Kom er maar bij, meneer de Aap. Wat is dit, jongens? Herken je hem nog uit vorige seizoen met het basketbal-experiment? Ik herken hem zeker nog, absoluut. Het symbool van afleiding, zou je kunnen zeggen. Daar is hij, meneer de Aap. Ja. Matthijs, hij heeft een rode envelop vast. Ja. We hebben van tevoren niks afgesproken. En jij weet niet wat er in deze rode envelop zit. Nee. Ben je het met me eens? Dat is volkomen correct. Ik ga zo meteen weg. Dan geeft meneer de Aap je een seintje met zijn duim omhoog. Zodra je dat seintje ziet, mag je op deze rode knop drukken. En dan wijst alles zich verder vanzelf. Duidelijk? Veel plezier. Dank je. En leuk dat je erbij kon zijn vandaag. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Staan we dan. Vandaag draaien we de rollen voor één keer om. Jij staat nu op mijn plek en ik zit op jouw stoel. Ik wil vandaag een bijzonder experiment met je gaan uitvoeren. Mijn assistent, meneer de Aap, staat als het goed is naast je en heeft een rode envelop bij zich. Hou die envelop goed in de gaten, want alles draait bij deze illusie om afleiding. Matthijs, ik wil aan je vragen om aan een willekeurige speelkaart te gaan denken. Let op, jij mag alle keuzes maken. Oké, wil je een rode kaart of een zwarte kaart? Een rode kaart. Wil je een harten, ruiten, schoppen of klaverkaart? Hartenkaart. En wil je een kaart met een plaatje, dus een boer, vrouw of koning, of een getallenkaart? Getallenkaart. Oké, Matthijs, je zit nu als het goed is aan één kaart te denken. Zou je voor het eerst hardop willen zeggen welke kaart dit is? Harten 10. Ik kan je natuurlijk niet horen, maar ik hoop dat je een mooie kaart hebt gekozen. Nu staat die aap al de hele tijd naast je met die rode envelop. Die geeft hij nu aan je. En zou je voor het eerst willen kijken wat daarin zit?
Harte 10. En Matthijs, nog één ding. Heeft die aapje een beetje af kunnen leiden? Nee. Weet je het zeker? Ga naar huis. Het is mooi geweest. Het is te veel op één dag. Bedankt. Ik hoor. Wil je nooit meer zien. Mazzel. Oh. Volgende week in Mindfuck. Valt in een snoepwinkel de hoofdprijs? Nou. Laat ik iemand haar eigen voornaam vergeten? Ik weet het echt niet. En kan Ilse de Lange haar oren niet geloven? Nee, maar dat is niet waar! Dat is echt waar! Ja! Thuis bij AfroTros.